Strijders, welkom bij een nieuwe video. Ik schaam me een klein beetje, een beetje, maar ik ben ook heel erg trots. Ik ga het kort houden in de intro, je ziet het aan de titel al. Ik moet mijn laatste pot van de Weekend League winnen voor Elite 3. Ik ben nog nooit zo diep gezonken qua resultaat dat ik moet vechten voor Elite 3. Nog nooit gebeurd. Ik zit in een slechte fase. Ik ga deze week weer veel meer spelen. Het moet vooral verdedigend beter. Ik ben vooral kritisch op mezelf altijd als het niet goed gaat, als de resultaten niet goed zijn. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt veel sterke tegenstanders heb gehad dit weekend, maar het is te vaak gewoon 50-50. Ik heb het gewoon te vaak heel erg lastig. Ik score vrij makkelijk, maar ik krijg ze ook gewoon te makkelijk tegen. Dus daar ga ik goed naar kijken deze week. En dan wil ik echt mijn best gaan doen voor weer wat hogere scores. Ik heb er nu tijd voor om echt even veel te spelen. Het is triest. Maar goed, de laatste pot voor Elite 3. We blijven strijden, we blijven knokken. En we moeten tegen een absolute wereldploeg. Met Team of the Year Mbappé, Kanté, Messi, Ronaldo, Varane, Ramos. Allemaal Team of the Year. Ga het kijken, veel plezier. Een paar dingen. Abonneer je als je dat nog niet hebt gedaan op mijn kanaal. Check als je een echte trouwe strijder bent en je bent benieuwd naar mijn nieuwe video's. Je wilt met mensen in contact komen over FIFA. Je wilt misschien mensen uitdagen voor een potje. Check de Team Strijders Discord server. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Wordt onderhouden door wat moderators van mij. Echte toppers. Is hartstikke leuk. En ten derde wil ik zeggen, ik ben trots op het feit dat ik ondanks de magere resultaten toch zo'n trouwe aanhang hebben en dat jullie altijd weer klaar zitten voor de streams. Toch een beetje het resultaat van dat we echt al een paar jaar elk weekend gewoon alles live spelen. Maar ik wil jullie echt weer even wat betere resultaten teruggeven. En ik weet dat ik dat kan, dat ik beter kan spelen. Dus ik ga daar weer even echt werk van maken. Thanks, veel plezier bij deze video en hopelijk tot snel. Wat is dit, joh? Ik heb zoveel lijpe teams getroffen, maar dit slaat alles. Wat is dit allemaal? Ik ga deze waarschijnlijk verliezen. Kijk nou, joh. Team of the Year. Kanté, Mbappé, Ronaldo, Messi, Ramos en Varane. Nou, dit kan wel eens een videootje los worden. Oh. Lekker goud 1 packs openen. Dat is echt best wel, ja. Nou, kijk, het zou nu wel het mooiste verhaal zijn als ik deze nou dan weer eens even win. Kom op. Even alles trekken. Mezelf even één keer oprichten. En wie weet, even een niveautje halen. Het zou wat zijn. Kom op. Kopje erbij. Oh, wat een geklungel meteen weer. Wat doe je daar dan, Ramos? Goed. Dat is prima. Balletje rond laten gaan. En nu gewoon zoeken naar het moment waarop ik eventueel Neymar of Mbappé daar kan bereiken. Of Cruyff, mag ook. Okay. Ja? Griezmann, waar ben je? Oh, waarom is die voorzet dan niet goed gewoon? Dit kan toch, je kunt toch gewoon lekker bij die tweede paal laten neerploppen, zo'n voorzet, joh. Hoe moeilijk kan dat nou toch zijn? Balakki. Balakki, winnen. Heel goed. Heel goed. Hey! Oké, jongens. Jammer. Jammer, jammer. Sterk nu, sterk, sterk, sterk in de duels. Goed zo, jongens. Ik zie power in de duels. Ik zie de wil om die bal ook echt te pakken als ik tackle. Kom maar. Ja, goede bal. Goede bal. Nu terug. Oh, hoe kan ik Cancelo dat dan ook zo makkelijk winnen? Ik vond het precies goed dat ik daar gewoon omheen wil. Goed. Kom op, Koen. Je moet even wat uit gaan spelen. Het is geen bij het spel, toch, voor Cruyff? Het is geen bij het spel en het is 1-0. Oké. Stel dat dit een video is. Dat deze video is losgeknipt. Jullie mogen best weten. Ik heb zo'n beetje het slechtste weekend alle tijden. En ik speel tegen het beste team waar ik ooit heb gespeeld. Dit is een mentale opkikker. Young Johannes. Heerlijke bal. Of deze gast goed is? Geen flauw idee.
Hij heeft in elk geval het beste team dat ik ooit heb gezien. Oh, Koen, alsjeblieft. Kijk, in zo'n fase zit ik dus, dat ik zulke kansen onbenut laat. Als mijn kinderen dit laten zien. Paas naar het midden eruit, heeft Messi hier. Beetje geluk. Hebben, goed. Ja, dit is goed gevoetbald. Ja, ja, ja. Griezmann, ga je eroverheen? Oh, man. Dat doet gewoon niet goed, hè. Centrum met elkaar houden erachterin. Als die uit elkaar getrokken worden, dan komen er zoveel gaten. Dus een doeltrap. Ik speel niet grandioos. Maar we staan 1-0 voor. Splijtende paas, prachtige, prachtige steekbal. Mag hem toch gewoon een doelpunt zijn. Nee, ik had moeten schieten met Neymar. Oh, ik had gewoon moeten schieten met Neymar al. Je ziet dat die paas gaat komen, maar oké. Okay. Messi, hij loopt gewoon omheen. Alsof het niks is. Keeper, nee. Oh. Oké, dat is mazzel. Ik heb een paar keer pech gehad aan de andere kant. Of dat ik het niet goed deed in elk geval. Ik had een paar grote kansen aan de andere kant waar ik niet goed mee omging. Hier hebben we geluk. Ik weet niet of deze gozer goed is. Doet er ook niet zoveel toe. Ik wil hem gewoon winnen voor die 23. En ja, het is toch een leuke video. Ik moet van dit team winnen voor Elite 3. Klinkt treurig, maar ja, het is zo. Het is even niet anders. In maart haalde hij top 100 maandelijks. En de maanden erna top 200. Oh, hij is wel goed. Oké. Kom op. De kansen zat. Moet ik hier aan doen dan? Oké. Helaas. Steeds gelijk. Tjonge jongen. Nog nooit in mijn leven geen elite gehaald. Het komt nu akelig dichtbij. Leef je bijna meteen weer in zijn poten. Ja. Poeh, wat een doelpunt. Dat is een hele lekkere. Neymar. Goeie goal. Kom op. Het is een hele moeilijke fase. Het wil allemaal niet. Ik krijg ze te makkelijk tegen. We spelen nu tegen het allerlijfste team dat ik ooit heb gezien. Met 6 team of the years. Geen icons, dat hebben we niet. Maar 6 team of the years. Goed jongens. Goed geblokt. Ja, dat is ook goed. Cancelo is even weg. Oh, sterk. Oh, doe dat. Oh mijn god, hoe kun je daar zo tussen zitten en dan die bal weer. Pff, alsof hij er niet staat gewoon. Je weet niet in wat voor mentale staat hij is. Voor mijn gevoel haalt hij nog lang niet genoeg uit zijn spelers. En als hij inderdaad top 100 van de wereld is geweest in een bepaalde maand, dan denk ik dat hij veel beter kan ook. Maar... Oh, dit is toch om te janken, zulke goals. Dit is echt om te huilen, dit soort doelpunten, jongens. Oké. 2-2. 2-2. Ja, dat is goed. Marcelo, loop je door? Nee, oké, dan doen we het zo. Ja. 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 Oh. Nog goed afgeven misschien. Nog één tikkie door. Misschien wel.
Wat een onzin. Ja. 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 Nee. Ja. Ja. Oké. Ik ga niet te blij doen. Ik ga niet te blij doen, want het blijft treurig natuurlijk. Hoeveel overwinningen ik heb gehaald. Of hoeveel overwinningen ik niet heb behaald. Maar je moet elk klein succesje vieren, jongens. Je moet het leven toch maar positief bekijken. En je zegeningen tellen, zoals dat heet. En ja, weet je, ik zit hier toch maar weer. Ik zit hier gezond, jongens. Ik kan hier weer zitten. Lekker ouwe hoeren, een spelletje spelen. Terwijl er 3.500 mensen toekijken. Ja, dat is eigenlijk te bizar voor woorden. En ja, het gaat niet eens goed dit weekend. En toch, toch zit ik hier niet in mijn eentje. Dat is toch een prachtige gedachte, jongens. Dit is toch een prachtige gedachte. Ja, zo werkt dit spel. Precies. Zo moet het. Van 30 meter in één keer schieten. Heel goed, jongen, Mbappé. Ja, en dan hebben we toch weer een, eventueel een leuk videootje. Hè? Voor morgen of overmorgen. Ja, dit is wel het ziekste team ik ooit heb gezien. 16 of years. Ja, het is niet de allerbeste tegenstander. We hebben dit weekend echt veel goede tegenstanders gehad. Ik was voor heel veel mensen niet echt een goede tegenstander dit weekend. Maar ja. Heb ik hem wel op... op 7 nederlaag staat hij wel. Cruijff nog een doelpuntje. 6-2. Ongekend. Wat een luxe, zeg. Wat een luxe. Cruijff nog bijna 1-1 geëindigd ook. Ongekend. Oh, jongens. Ternauwernood. Elite 3. Ternauwernood. Gelukkig is dat in elk geval nog één klein dingetje wat ik kan zeggen. Dat ik nooit onder Elite 3 ben geëindigd. Dat ik nog nooit niet Elite heb gehaald. Het is treurig. Het is jammer. Het is, ik ga echt eventjes bekijken wat er allemaal anders moet aan mijn spel. Vooral verdedigend. Ik denk dat ik best wel veel doelpunten heb gemaakt dit weekend. Eigenlijk bijna elke pot wel. Ik krijg ze zo makkelijk tegen. Dat is echt om te huilen. Ik moet echt een week lang mezelf opsluiten en die keeper gaan bewegen, denk ik. En ik ga echt even met mensen ernaar kijken. Ik ga inderdaad tegen wat goede spelers spelen. Vragen, wat doe ik nou allemaal verkeerd? We hebben wel een goede week gehad. Nu alweer de tweede slechte week achter elkaar. Dat was dat. Gelukkig wel Elite 3 nog net binnengehaald. Gelukkig, ja. Nou ja, in elk geval daardoor nog wel redelijke rewards. Maar het is treurig. Dit wil ik niet meer. Ik moet echt weer betere scores gaan halen. Ik ga mijn best doen deze week. Ik ga veel spelen. Ik ga jullie daar ook veel video's van laten zien. Mijn team misschien wel een beetje aanpassen. Ga ik de licht even halen? Die future, de licht, is wel gruwelijk. Laat hieronder even weten of ik bijvoorbeeld Rijkaard moet halen. Of dat ik gewoon voor een verdediger als Blank moet gaan achterin. Blank en de licht bijvoorbeeld. Best wel een leuke combi. Laat me even weten wat jij zou doen. Gewoon even een heel elftal in de reacties. Reacties met heel veel likes. Daar ga ik echt serieus naar kijken om mijn team op die manier te upgraden. Wel een beetje reëel alsjeblieft. Want ik heb gewoon niet superveel coins. Dus het moet echt een beetje qua prijs in de buurt komen van wat ik nu heb. Thanks voor het kijken. Duimpje omhoog zou gewaardeerd worden voor deze video. Ik zie jullie snel. Adios. Ciao.